zangeres Ludmilla en rapper MC Energy. Is dat je echte naam, Ludmilla? Ja. Kijk, dat vind ik nou een prachtige naam. Dat hebben je ouders mooi gedaan. Dank je. Hey Danny, we zagen jou net al achter de computer zitten. Ja. Hoe gaat het met de mailtjes? Goed, ja. Sowieso, weet je nou hoe de computer werkt? Ik weet nu hoe het werkt, ja. Dus het is ook niet zo moeilijk. Je moet gewoon op dat ene knopje drukken. Ja. Ik ben een PlayStation, dus liefhebber. Dus het is voor mij best wel, maar het gaat makkelijk. Ja, en wat vraagt men zoal? Nou, we kregen dingen binnen met lekker wijf, dus dat is waar het over gaat, dat weet ik nog niet. Waarschijnlijk Ludmilla, ik weet het niet zeker. Of maar iets met nieuwe single en wat er allemaal gaat. Maar wel vragen aan jullie. Ja. Helemaal. En heb je ook antwoord kunnen geven, ook daadwerkelijk? Ja. In kunnen typen? Ja, ook. Ja, dat kan ik nog net. Ja, wellicht. Niet zeggen maar. Hé, Ludmilla, ik ga toch nog even naar jou. Dit is jullie tweede top 10 hit, hè? I Believe in the Future, die jullie straks ook gaan zingen. Ja, klopt. Hoe voelt dat voor jouzelf? Ja, waanzinnig. Het is in een hele korte tijd heel snel gegaan voor mij. En, ja, want waar kom je vandaan? Ik weet helemaal niks van je verder wat dat betreft. Ik kom officieel uit de speelgoedwinkel. Ik was verkoopsteam. Leuk, leuk. Ja, en toen werd ik gebeld door Ed, de producer, of ik een demo in wilde zingen van Burning Love. En dat heb ik gedaan en de week erop belde die of ik niet bij de act wilde komen. En toen zei je tegen het Lego en de teddyberen... Adios, inderdaad. Ja. En sinds mei werk ik nu fulltime met Kurt Gemeester. Maar ik blijf me toch over verbazen altijd. Hè? Als mensen gewoon eerst in de winkel staan en dan opeens midden in de schijnwerpers. Hoe doe je dat in je hoofd, die omschakeling? Denk je alleen als je thuis bent, als je in je eentje bent bijna. Dan ga je zitten en dan denk je van Jezus. Oh, sorry, dat mag ik niet. Nou, dat mag wel hoor. Van wat gebeurt er allemaal, weet je? Heb jij dat ook, Danny? Ja, dat heb ik. Want wat deed jij? Laat me raden. Ik zat nog op school. Je zat in de bouw, of niet? Nee. Ik zat nog gewoon op school, ja. Dus, en ik ben begonnen in een discotheek, dus het werd wel langzaam een beetje opgebouwd, maar niet dit. Het was gewoon Thunderdome werk, op Thunderdome optredens, maar niet in schijnwerpers, televisie optredens, dat niet. Nu gaat het dus heel hard over Thunderdome gesproken. Believe in the Future is vrij commercieel hit, hè? Maar jullie maken ook nog wat heftiger. We hebben nog wat beeldjes daarvan, die komen uit het Mysteryland. Ik heb jullie daar ook gezien trouwens. En het is wel heftig daar, hè? Ja. Maar wat ik me afvraag... vreten ze jullie nou als jullie ook commerciële nummers maken? Of zie ik dat te zwart-wit? Ligt aan het publiek. Ik heb het nog niet gezien. Nou, dat nee, je zit ook even te kijken. Is wel leuk om te zien, hè? Maar worden jullie wel geaccepteerd, laat ik het zo zeggen? Kijk, het feit is dat er nog bij ID&T, of dat er bij ID&T zitten. Is, en ze hebben heel veel DJ's die kunnen remixes maken. En in de top 40 kom je niet met een. Met een remix van Busses of DJ Weirdo en DJ Sim. Dus ja, het is een commercieel plaatje. Daar, ja. Oké. Okay. Hey, straks jullie optreden. Je ziet aan het einde van het programma. Ja. Believe in the Future. We gaan nu even verder met iets anders. Ga jij wel lekker achter je computer praten. Ja, mensen kunnen jou nog steeds mailen. En Ludmilla overigens ook. Maar wij gaan verder met de filmrubriek. En deze week kwam de film From Dusk Till Dawn uit. Dat is een film van Quentin Tarantino en Robert Rodriguez. Het is weer een geweldige film geworden. The one and only hardcore future.
Looking in your eyes, I know there must be a paradise where all of our dreams can come alive. My love is forever, a future together, baby. Come on! Believe in the future, believe in you and me. Got to believe in the future, there's a better place for you and me. Believe in the future, yeah. Believe in what you see. Got to believe. I say, can you feel the bass drum? It's going down, down, down. And it's going down, going down. With that harp of sound, harp of sound.